derde bekerontmoeting ooit tussen Heerenveen en Top Os. De meest memorabele eindigde in een 11-1 overwinning voor Heerenveen. En nu is er een vroege voorsprong, want Joey Veerman krijgt die bal voor de voeten. En haalt heel lekker uit vanaf de rand van het strafschopgebied. Een van de nieuwe spelers in de basis met de voorzet, Akoyobi. En die levert hem hier zomaar in. Een paar wijzigingen doorgevoerd door Johnny Jansen. Dennis van der Heijden schiet dan ruim naast. Dat was bepaald niet briljant verdedigd van Akoyobi. Hij, Drezevic en De Walen zijn nieuw in de basis bij Heerenveen. Dit is weer een prima aanval van Top Os. De bal moet naar Reemans. De bal moet naar Reemans, maar wordt hoog overgeschoten door Buutne. Geen overzicht. Daar waar overzicht normaal gesproken had geleid tot de gelijkmaker. Prima fase dus van Top Os. Dit is Van der Heijden. Dat is schitterend van der Heijden. En dan staat hij helemaal niet buiten spel. Sanchez. En zorgt hij voor de 1-1. Assist is prachtig van der Heijden. Maar wat doet Henk Veerman? Die staat gewoon te slapen. Staat in zijn eentje een meter of 4 achter zijn eigen verdediging. En heft dus het buitenspel op. Sanchez scoort. En Sanchez denkt, nou dat vind ik ook weer lullig voor Heerenveen. Lever ik hier meteen maar de bal weer in. Dat is niet zo handig van de verdediger. Joey Veerman is er vandoor. Die geeft hem voor. En Nygren tikt van dichtbij binnen. De defensies helpen de tegenstander dus een beetje. Nygren afgelopen weekend ook al goed voor een doelpunt en een assist. In de zege op Emmen. Nu alweer scorend. En Joey Veerman dus na zijn treffer nu een assist. Top Os begon dramatisch aan het seizoen. Maar na zijn 3 wedstrijden ongeslagen. Maar heeft natuurlijk wel last van alle coronaperikelen. Er is een goed balletje op Veerman. Die wil hem dan nog terugleggen op Nygren. Dat lukt net niet. Het is geen spektakelstuk. Heerenveen heeft het allemaal redelijk onder controle zonder grootste voetballen. Daar is de treffer wel van Congolo. Komt hoog, timed goed en laat Bo Geens geen kans. Niet briljant verdedigd. Wel goed gekopt daar. En de ploeg van Johnny Jansen dus op een 3-1 voorsprong bij rust. Dat zonder dus heel goed te voetballen. Wel vrij makkelijk naar de voorsprong. Hier is Van Bergen. Die schiet recht op Geens. Hij, Veerman en Veerman. Een levensgevaarlijke driehoek eigenlijk. Bij Heerenveen. Ook weer in deze wedstrijd goed. Daar gaat Top Os alweer. Met Buutner. Buutner legt hem breed. Daar is Hutten. En die schiet hem recht op Mulder. Kansen zijn er wel degelijk voor Top Os. Dat zeker als je bedenkt hoeveel problemen ze hebben in aanloop naar dit duel. Wat gewoon goed doet. De vrije trap snel genomen. Mag ook op niet helemaal de juiste plek. Maar Henk Veerman lift hem naast. Baalt van zijn eigen missen. Speelt niet de meest gelukkige wedstrijd. Daar waar hij tegen Emmen nog zo bepalend was. Dit is fraai gedraaid door Reemans. En Reemans denkt, nou, ik probeer het maar eens van heel ver. En Mulder grabbelt, maar grabbelt wel goed genoeg om de 3-2 van Reemans te voorkomen. Woudenberg. Lekker balletje. Daar is Henk Veerman weer, maar die mist de bal. En daarmee dus ook de kans. Joey Veerman. Er wordt wel wat gewisseld door Jansen, maar Veerman en Van Bergen blijven staan. Hier is Van Bergen en die raakt de binnenkant van de paal. Is dichtbij de vierde treffer, maar die valt dus niet. Heerenveen bekert uiteindelijk vrij eenvoudig verder. Top Os met opgeheven hoofd het bekertoernooi uit. Veerman had ongetwijfeld meer willen doen. Maar het belangrijkste voor Heerenveen is, zij gaan door.